uiteindelijk is gelijk het tasje weer gevonden. Want de kindertjes komen op af. Dat wil je niet weten. Nee, ze zullen allemaal zo lekker aan lullen. Maar te weinig, hè? Toch nog te weinig. Want dit is de laatste van deze lulletjes. En er is niet meer. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, het is vandaag. Wat voor dag is vandaag, Willy? Donderdag. De hoeveelste? Sla met de pletten, man. De 26e. Oké, okay. Nou ja. En wat is het vandaag in de helder, weet jij dat? Het zal wel een of andere Halloween of zo. Ja! Wow, yeah. Dus wat gaat deze gek doen? Die gaat naar Halloween. Ja, en wat moet ik eerst doen? Heksie worden. Heksie worden, want ik ben al niet opgemaakt. Nee, ik zal je weer even omdraaien. Even het knopje zoeken, zodat je werkt tegen. Ja, ik heb al wel wat kleding aan, maar nog niet alles. Ik moet nog meer truien aan enzovoort. En dat mijn jurk eroverheen kan en ik moet me nog opmaken en al. Dus ja, komt helemaal goed. Het zonnetje die weer bezig zijn en ik kan amper tegen het licht inkijken, ja. Dus doen we zomaar. Ja, dat, nou hier, die wordt lekker aangehaald door Willy. En die wilt weer naar buiten. Hé? Nee, toch niet? Oh, piepert. Die kan zo piepen, ik weet niet wat ze markeert en waar het pijn doet. Ik heb hem betast en alles gedaan wat in mijn vermogen ligt wat ik kan doen. Ik ben op zoek geweest naar teken, ik kan niks vinden. Moet je hem buiten? Ik kan helemaal niks vinden. Dus ja, Wouter piepte, Jan, zelfs op bed. Op bed, dan is er niks aan de handen niet. Nee! Hij heeft toch ergens pijn, maar waar? Zoek het maar op, zoek het maar uit. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie opdrinken. Daarna ga ik naar boven me verder klaar te maken. Daarna ga ik de meisjes uitlaten. Ja, en dan als Willy weggaat, gaan wij ook weg. En dan gaan we eerst even gewoon gezellig door de stad heen zwerven. En even hier en daar de winkels in. Want ja, ze willen natuurlijk weer foto's van mij schieten. Nou, dat mag. Ja hoor, niks op tegen. Dus dat heb ik beloofd. Willy, de deur die vliegt weer open. Je hebt hem niet goed dicht gedaan. Je moet wachten totdat hij klik zegt. Klik? Nee, dat zegt hij niet. 1, 2, hoppata. Kom dan. Kom dan, Rijka. Goed zo. Nee, je hoort dat niet, jij. Klik, zegt hij dan. Ja, aantrekken. Niet aanslaan, maar aantrekken. Je doet hem dicht en dan trek je hem aan. Snap je voel? Aan de deur trek ik niet aan hoor. Maar in ieder geval, nou zit er hier weer bij me te snoevelen en te doen alsof ik wat aangeraakt heb. Er is niks. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag en geniet een beetje mee. Ja, lieve vrienden, metamorfose 1. Ja. Ik zal even mijn bril afdoen. Metamorfose 1. Ja. En ook al in mijn jurk met warme kleding eronder. Want ja, je moet toch warm gekleed zijn. Ik heb ook mijn Kotick handschoentjes klaarleggen. Die doe ik ook al uiteraard. Maar ik moet mijn pruik nog opzetten. En ik zit te twijfelen. Zal ik mijn heksenbril opdoen? Of zal ik mijn oude bril opdoen? Die, met die paarse montuur.
Daar zit ik aan te twijfelen, want ja, die heksenbril, dan zie je mijn ogen ook bijna niet meer. Ik zal even zien of ik hem kan pakken, maar ik zit met de kant af. Even kijken. Even kijken. Even kijken, ja. Even dat bindetje los zien te maken. Zo, dan moet hij wel even helemaal los willen. Zo, dat is één. Moet deze ook willen. Zo. Kijk, die gaat er dan overheen. Nou ja, wat willen jullie? Wat moet ik doen? Deze gewoon erop houden. Maar ja, dan zie je de make-up ook niet zo goed meer, hè? Dat ik zal het even aan Willy gaan vragen. Ja, wat die ervan zegt. Dus jullie zien me straks nog wel weer terug. Tot later. De bezems zitten eraan. Ja, denk je wat, dat het bij deze makkelijker zou gaan. Vanwege dat die, ja, ik noem dat vleugeltjes. Maar alsnog, hè, ja, dan moet je hem nog wel precies zo doen en niet anders. En de ene zit dan toch weer anders dan de andere, want deze kon ook hier aan vast. Mijn veiligheidsvlaggetje. Maar daar ga ik aan die kant weer niet, hè? Nee. Dus ja, dan moet je toch weer allemaal op. Daarom zit het toch heel anders dan ik voor mezelf ben gewend. Ja, maar ja, het zit er weer op. De een is een beetje ongelijker qua lengte dan de ander, maar het kon er gewoon nou niet anders. Ik moet ook nieuwe bezems hebben. Ja, want dit begint echt uit te vallen. Nou, het Willy gezogen en geduld, maar er ligt weer genoeg troep op de grond daar. Ja, kan er niks aan doen. Ik ga nou de rest klaarmaken. De overige lollies zitten daar al in. De camera gaat hierbij in en er zit ook rode servetten in. Dat gebruik ik als zakdoekjes voor mezelf. De sleutels gaan erin. En dat komt. Hier zit een leus. Even zien. Hier een leus. Daar komt hij aan te hangen met een haak. Ja, zit de haak er nog aan? De haak zit er niet aan, dus ik moet even een nieuwe haak pakken. En die hek wel. Ja, genoeg van die dingen. Ja, en ook in de schuurhek gezien, dat wist ik niet. Maar in ieder geval, ik heb de pruik even af. Zo, dan kunnen jullie de make-up ook beter zien. Ja, had ik jullie al gezien trouwens, ja. Ja, ik moet eerst dat ding maar af, want ik zweet mijn wapenzuur. Ja, wil je weten, hè, wat ik aan heb? Nee, krijg je niet te weten. Maar ik ga dat even verder allemaal klaarmaken en dan is het even naar het toilet. En dan gaan we met die banaan. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Ik zou zeggen, veel plezier en tot later.
tevreden. Ik moest eventjes naar huis. Ik had zin om een bak koffie, maar ik moest heel nodig naar de wc, dus ik heb koffie gelaagd. Maar ook heb ik mijn poester weer naar binnen moeten halen. Ja, echt waar. Want die was losgegaan. Die heb ik nog stevig vastgebonden. En ik heb aan die andere heb ik nog extra plakband gedaan. We gaan straks weer weg, maar ik ga eerst mijn koffie opdrinken, dan weer naar de wc. En ik heb gelijk het tasje weer gevuld, want de kindertjes die komen op me af. Nou, dat wil je niet weten. Nee, ze zullen allemaal zo lekker lullen. Maar te weinig, hè? Toch nog te weinig. Want dit is de laatste van deze lollies. En er is niet meer. Nee, wat heb ik gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Ik ben gewoon naar de FOMA toe gegaan. Ja. En daar heb ik andere lollies gehaald. En daar heb ik 24 fruitlollies. Voor minder geld. Ja, voor veel minder geld. Ja. En ik heb zelfs nou meer. Ja, want eerst was het 1 zakje 8 lollies. 2 zakjes 16 lollies. 88 is 16. Nou, en dat nog 2 keer. Dus ja, dan is het toch goedkoper. Nee, is het niet voor jou, kind? Nee, mag jij niet hebben. Nee, en jij ook niet. Nee, maar ik laat deze camera thuis, want ik heb hier. Ja, hij is nou ook uit, hoor. Hij is nou uit, ja. Straks gaat hij weer aan. Ik heb jullie ontoor en ik heb... Ik moet sturen. Het wordt straks drukker. En ja, ik moet lollies uitdelen. Dus hoe moet ik jullie hanteren? Dat gaat het er niet worden. Nee. Dus ja, ik laat jullie deze camera laat thuis. En ik neem die gewoon. Ja, die zit er nog in, mijn mobiel. Ja, die zit er nog gewoon in, hoor. Ja, echt waar. Echt waar. Wat moet jij nou? Dat zijn mijn snoepjes. Ja, die blijven ook hier. Neem die snoepjes mee. Ja. En mijn sleutels moeten ook mee, dus die tas blijft thuis. Ja. Ik niks meer mee. Nee. Hup, weg. Weg met die tas. Komt later wel weer. Ja, die tas, daar zit toch nou niks meer in. Nee, dus gewoon die deze los gaan erin. Die maak ik gewoon al open. Ja, knip, knip, knip. Met de schaar. Ja, deze schaar. Ja, knip, knip, knip. Hup, 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 hup. Die is gewoon al open. Ja. Zo. Dan gaat hij weer dicht. En dan gaat hij in deze tas. Voilà. En op zijn kant. Dan valt er niks uit. Die kan ik ook zo thuis laten. Ja. Het wordt toch donkerder. Dus dan kan ik niks meer zien. Nee. Moeten wij? Ja. Ja, moeder wij. Ik heb deze niet meer nodig. Nee, dan gaat het hem niet worden, hoor. Nee, dan gaat het hem niet worden. Want ik zie er niks meer. Nee. Ja, die zit wel goed vast. Ik vlieg vast uit de lucht in. Ja. Ik heb niet rondjes geaaid. Nee, ik heb wel een paar gezien. Ja, maar verder niet, hoor. Nee! Ik heb niks gezien. Nee. Niet geaaid, althans. Ik wil kindertjes aaien. Over een koppie. Ja, zo doe ik dat zo. Over een koppie aaien. Zo, ja. Maar dat hoeft nou niet, nee. En dat is mijn mangbril. Ja! En ik heb ook, ja, ik kom wel mensen tegen, hè? Maar ik ken ze niet, maar ze kennen mij wel. Hoe dan? Ja, ik weet niet. Ik weet niet, hoor. Nee, ik weet het echt niet. Maar ja, ik ga opschieten. Ik krijg appjes binnen, nou die kennen. Nou niet, nee. Ik heb bij mijn koffie koud water gedaan, dus ik ga zo lekker drinken. Ja, en snoepjes bij elkaar scharrelen. Voor onderweg weg.
Ja. Ja. Want ik heb daar achter jullie, achter dat toetsenbord, zoals dat ding mag heten, heb ik nog snoepjes leggen. Dat gaat mee. Dat is open. Ja. Dus we gaan er gewoon vandoor. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. Doei.
Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en ik ga mijn normale stem weer gebruiken, want anders ga ik kapot. Ik heb ook de boosterverlichting aan, maar niet de normale. Ik ga me zo meteen trouwens ook ontdoen. Maar ik ga jullie even omdraaien, want de booster staat nog op het terras en die ga ik zo meteen eerst in de schuur zetten. En aftuigen, dat komt van de week wel. Want ik heb ook leuke lampjes en mijn scherm enzovoort. Dat ga ik jullie even laten zien. Het is nou donker, dus dat is helemaal leuk. Wat is het te piepen? Kijk. Blauwe lichtjes, het flikkert om de spin heen. En witte lichtjes. Nou, dat gaan we straks weer uit doen, maar ik ga hem in de schuur zetten. Hier hoor, jonge dame. Ja. En dat licht had niet aan. Nee, vond niet nodig. Ze zien me wel aankomen. Ja, toch? Dus, nou. We blijven nou ook wel thuis. Ik ga hem enkel de schuur inzetten. En ik ga me ontdoen van te veel kleding. En goede tijden, slechte tijden. Ik kijk. Ja, ook dat. Dus het komt helemaal goed. Ik ga de televisie ook aandoen. En gelijk wel even. Hup, geluid. En hup, de televisie. En hup, de hoed af. Oh, heerlijk. Hup, daar ligt hij. En dan zal ik die ook weer omdraaien. En jullie weer omdraaien. En daar was ik weer. Enkel, de make-up moet er ook nog af. Maar ja, dat komt zo wel. En eerst maar eventjes, ik ben echt bek af. En dan zit je alleen nog maar, hè. Maar ook die stem, je moet, oh jee. Maar het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goed op moed. En een hele fijne avond. Ik ga voor mezelf zorgen. En de diertjes. Want dat moet ook allemaal nog gedaan worden. Ik zou zeggen, tot later. Zo, ik ben weer terug. Ja, make-up eraf. Gewoon mijn ogen erop gelaten. En de rest is er weer af. Dus ik ben weer terug. Zoals jullie gewend zijn. Wat heeft mijn mobiel nou weer? Oh ja, dat moet ik zo even nog doen. Nou, komt wel goed. Die is nog niet vol. Ik zat even naar mijn mobiel op te kijken. Komt zo wel. Maar in ieder geval, Sky die is even met mijn meisjes uit. Want ik moet het vannacht weer doen, maar ik moet ook nou rap aan een video beginnen, oftewel een vlog. Om die in elkaar te zetten, ik moet nog delen met Facebook. Dus ja, kan ook best wezen dat ik hem tot zover klaarzet en dat ik morgen verder afmaak, want ik ben het ook zat. Morgenmiddag krijg ik ook visite van mijn achterbuurvrouw met haar dochter. En daar mag ik dus niet filmen, want er is een klein kind bij, tenminste klein. Altijd klein. Ze is 9, maar die willen ze niet op de media hebben. Dus ja, helemaal top. Helemaal geweldig. Ze wil even naar buurvrouw toe. Nou ja, dat kan. Ik ben er vanavond een paar keer tegengekomen. Ze heeft een lolly van me gehad. Moet ook kunnen. Dus ja, en dan morgenavond gaan we weer de hort op. Ja, en wat dan? Ja, ik heb het al wel gezegd. Maar ik hou nu lekker even mijn mond. Jullie zien het morgen vanzelf wel. Wat we gaan doen. Ja. We hebben nu het Halloween gebeuren weer gehad. We wachten tot op 31 oktober. Na 31 oktober gaat hier de spullen ook weer weg. En dan begin ik al wel weer reeds aan de kerst. Ja, lieve vrienden. Dan wordt het weer tijd voor de kerst. En dan neem ik jullie ook gewoon gezellig in mee. Om dat weer klaar te maken. Dan ga ik toch weer veranderen. De bank komt deze kant nog op. Het kastje wat daar ook staat. Dat gaat in die hoek. Er komt weer een plank op, er komt mijn stal op. En dan komt in die hoek een stoel. Ja, en één stoel blijft staan. Dan komt de kist daar weer die in de kast staat en dan komt de kerstboom erop. Ja, echt waar. En ik ga nog... Oh ja, daar zit nog wat in. Ik ga even snoepen van dokter Oekter. Dokter Vogel. Ja. Ik moet trouwens ook weer nieuwe halen, ook dat nog. Maar ja, komt wel goed. Ik heb mijn stem weer veranderd, hè. Wat ik eigenlijk niet zou, maar ja, dat zit zo in, hè. Als ik iemand anders speel, net zoals vroeger met Zwarte Piet.
veranderde ik mijn stem ook. Ja. Want anders kan een kind zich jou ook herkennen aan je stem. Daarom, ik vind het nog steeds absurd dat er geen zwarte pieten meer mogen. Wat? Wat? Kan ik ook zo boos van worden? Want degene die het nu zogenaamd zo erg vindt, die is het vroeger ook geweest. Ja, en toen vond ze het ook zo leuk om dat te doen. En nu, omdat het slavernij is? Nee, het waren geen slaven van Sinterklaas, nee. Het was juist een knecht die betaald kreeg. Net als een boerenknecht krijgt toch ook betaald? Nou, deze kregen ook betaald. Maar ja, hup, weg. Maar in ieder geval, ik moet een nieuwe hebben. Komt ook weer goed. Mag niet weg, nee. En dat kan wel weg. En dat kan weg. Ja, ik ben even aan het opruimen. En ik moet zo meteen even Pokémon nog doen. Oh, dat moet ik ook allemaal nog doen, want ik ken deze. En ik vergeet het iedere keer, hè. Ja, ik moet eigenlijk iedere dag, moet het een paar keer, maar ik vergeet het. Omdat ik ook eigenlijk niet veel Pokémon speelde. Nee, gewoon wanneer ik zin had, wanneer ik dat wil. En niet wanneer het moet. Want er moet niks, ja, overleven. En daar ben ik mee bezig, ja. Dus we maken er gewoon een feestje van. Zoals ik dat wil. En niet hoe een ander het wil. Gewoon doorgaan met die banaan. Ja. Dus, maar oké. Lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van alles. En geniet een beetje mee. En een hele fijne avond. Zo, lieve vrienden. Ja, het is tijd om naar bed toe te gaan. Het is alweer reeds 2:08. De televisie is al uit. Ik heb al iets lekkers gehad. Ik moet nog even een kruik klaarmaken, want ik heb het koud. En ja, die neem ik lekker mee naar bed, anders slaap ik helemaal niet. Dan ga ik maar leggen te schoppen en dat moet ook maar niet. Dat doet ook plezier. Ja, dat moet maar niet. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker allemaal. En ga nou niet aan de haal. Kom maar gewoon gezellig erbij morgen. Morgen weer gewoon een nieuwe dag. En die beginnen we gewoon weer met de lach, ja. En ook weer gezond allemaal opstaan. Want anders is het maar weer gedaan. Ja, dan blijf je weer op je bed liggen. Moet ook maar weer niet. Nee, ik heb wel een beetje last van mijn keel. Maar dat is mijn eigen schuld. Want ik heb mijn stem moeten veranderen. Voor de kids. Nou, hartstikke leuk. Geweldig, ja. Maar in ieder geval, daar heb ik snoepjes voor. Komt helemaal wel weer goed. Ja. Ik heb een heleboel snoepjes. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, lieve vrienden. God houdt over ons allemaal de wacht. Wat is er mooier, omdat we een God hebben waar wij van houden. Onze Vader, onze lieve Heer in de hemel. Wij houden van Hem, maar Hij houdt van ons. Dus ja, Hij houdt gewoon de wacht over ons. Hoe fijn is dat? Hoe geweldig. Ja, ik vind het prachtig. Daarom zeg ik gewoon weer tot aan de andere kant van de nacht. En ja, wie wordt er nog morgen 80? Laat het eens een keer weten. Ik in ieder geval nog niet. Nee. Maar wie er 80 wordt, laat me weten. Wie zit er nog op YouTube, Facebook, op het hele internet gebeuren, die 80 wordt? Laat maar eens horen. Wie weet. Vind ik leuk. Als je dan je adres ergens achterlaat. Privé natuurlijk. Dan krijg je een bloemje van mij. Ja. Dus. Komt helemaal goed. Doei.